What up mensen, welkom bij alweer een nieuwe video. We zijn vandaag in Amsterdam en met we bedoel ik we. Ewa. Je zit er ook bij. We zijn hier in de Belmar, as you can see. We gaan hoeveel geld wou ik zeggen, maar dat is niet. Wat is je outfit waard? Hoeveel is je outfit waard? Gaan we vandaag in de Belmar doen. Hier opnames, we moeten daarna gaan even snel wat eten. Of nee, we gaan niet eten, want we moeten naar het etentje. Ja, precies. Van S1, ja. S1 heeft vandaag een soort van een etentje met alle YouTubers en zo. Dus daar gaan we naartoe. Dat is echt zo'n klein beetje de dag, man. We zijn de hele tijd niet kunnen filmen. We waren bezig. We zijn net klaar met interviewen. En we hebben een beetje honger gekregen. Dus we zijn hier in het tentje in de Belmar. En we gaan hier een lekkere broodje eten. Ik heb broodje kousenband garnalen gekozen. En dan gaan we lekker chappen, man. Fucking moe. Maar ja, man. Wat heb je? Je hebt kip curry gehad, hè? We gaan het chappen. Chappen als wat? Chappen als een booty. Dat je een nieuwe poppen. Ja. Kan wel. Nou jongens, we hadden bijna een ongeluk. Nou, ik doe gelijk mijn gordel om. Nou, zo erg was dat niet, man. We reden maar 20. Want die vrouw die kreeg bijna een hartverzakking. Maar die mensen zaten op de rechte rijstrook. Iedereen moest er langs. Maar ik was weer zo'n baller die zeg maar. Maar je weet dat mensen gaan er langs. Ik wil langs die ene die langs gaat. Maar goed, jongens, we zijn onderweg. Bijna, we waren bijna dood. Maar we zijn onderweg naar S1. Heb ik al 75.000 keer gezegd, maar fuck it, ik zeg het nog een keer. Want ik heb nog niet te veel gepraat in mijn vlog. Dus dan ga je gewoon dingen herhalen en doen alsof het nog steeds leuk is. Oh, oranje. Kijk, ik ga alles benoemen wat ik nu... Kijk, het is oranje. Het is nu rood. Nee, slim even... Oh nee, dat is reclame maken. Ja, kijk, hier iemand gaat naar hockey en zo toe. Ja, strijder, man. Ja, man. Ja, man. Maar hey, een auto met vier wielen best. Hey, super overgroen. Wat ik even wou zeggen, een paar dingen. Ik heb gisteren wat uitspraak gedaan op Twitter over mensen die zeg maar commentaar geven en zo op mijn dingen. Omdat mensen zeiden dat ik heel slecht interview, dat ik gewoon heel slecht was en zo. Dat van, ja, waar trek ik me eigenlijk wat van aan? Want wie de fuck zijn zij? Jeetje toch? En mensen zeggen dan altijd van ja, maar let op de liefde en niet op de haat. Maar het is zeg maar moeilijk om op de liefde te letten wanneer haat zeg maar overheerst. Jeetje toch? Soms zie je bij sommige dingen zo fucking veel haatcomments dat je denkt van ja, maar waar... Welk allemaal hetzelfde onderwerp of zo. Ja, maar dan zie je één love en denk van ah ja man, love man, ja man jongen, thanks man, thanks man. Ja. Dus hey, voor de mensen die wel love hebben, hey, laat jezelf wat meer zien man. Jeetje toch? Dat motiveert zeg maar ons ook om, weet ik veel, vrolijk te zijn ofzo. Want aan het einde van de dag doen we dit wel voor jullie, weet je toch? En ik wou ook nog even zeggen, mensen hadden ook commentaar over het feit dat ik mijn haarimplantatie in Turkije had gedaan. Bro, het maakt niet uit waar je het doet. Zeg maar, ook al had ik het in Nederland gedaan, had ik alsnog die plekje kunnen krijgen. Het is gewoon zeg maar, elke dokter zeg maar die had het kunnen doen. Dus het maakt niet uit waar je het doet. Of je moet het ergens in een kelder doen, dan is het wel illegaal. Maar dat is dus niet het geval. Maar goed. Ik hoop dat jullie het wel een interessant video vonden over dat hele gebeuren. En ik zal waarschijnlijk zo'n één keer per maand een video maken rondom mijn haar. Dat jullie gewoon de progressie erin zien. Dat wil ik even zeggen. Tot zover die informatie. Stoplicht. Spread the love. Ja, spread the love man, sowieso. Oh, DJ S1 gaat dik man bro. Besef deze tafel man. Fucking netjes. Hé, hey, is mooi. Heb jij een naam al gevonden of niet? Oh, hebben we namen? Ja, er staat naam op. Dat nee, joh, dit ben jij toch? Dat is Rutger Vink. Ben je dat niet? Nee. Nee, grapje. Even kijken. Oh, hier, supergaande Nissim. Dan is QC waarschijnlijk hier. Douwe, nee, toch niet. Waar is QC dan? Oh, dit hebben we gewoon uit elkaar gezet. Dit is een voetbaltafel, want hier gaat straks Ajax spelen. Oh, wat goed. Oh, fucking vet, man. Nee, ik ben fijn op de man, maar ik wil wel sowieso kijken. Oké, kijk. De heren die zijn hier druk bezig met lekkere dingen aan het maken. Hey, ik moet zeggen jongens, ik heb echt honger. Ah, dat maakt extra veel. Maar echt honger hè. Dus zeg maar, gaan we zeg maar alleen van die kleine dingetjes eten of krijgen we ook echt eten? Dat zijn amuse en dan krijg je een voorgerecht, we hebben een hoofdgerecht. Wat is amuse? Wat is dat? Dat is amuse. Dit is amuse. Ja, dit is sashimi van tonijn. Met gember en een krokantje van wakamee. Wat is dit? Dit is frikello tonato, dus dun gesneden kalfslender, langzaam gaar. Kalfs? Wat? Kalfslender. Kalfslender? Ja. Ken ik echt niet, man, bro. Waar is dat bij een kalf? In het midden. Mooi stuk. Ergens in het midden. Oké. Wat hebben we nog meer hier? En dan hebben we hier wat... Brood? Hier staat een lichtgerookte edenbust. Oké. Ja. Met een chutney van mango en rood fruit. Oké. Of de rijst. Maar kijk, je snapt toch wel dat ik zeg maar van dit niet vol ga raken? Maar dit is de amuse. Dit is de amuse. Dus daarna heb je voorgerecht. Oké, okay, wat? Daarna gaan we naar hoofdgerecht. Kijk. Oeh. Hebben we hier ossa's piezen. Wat is, hé, maar even, ik heb ossa's, heb ik al vaker voorbij. Is ossa's varkensvlees? Nee, is rund.
Onze hazes rund. Helemaal top. Ja, helemaal top. Rund. Dus dat zijn mooie spiezen. Lekker, 140 man. Gram, daar hebben we een puree van tijm bij. Lekker man. Dus een puree van tijm vult ook. Kijk, en hier staat straks jouw badass dessert, om het zo te zeggen. Chocolade fudge-taartje. Lekker dat man. Dat is de kerst op de taart dat voor jouw buik. Ja man, lekker man. Nou jongens, ik heb er echt zin in. En ik heb echt honger. Hey, maar kan je, zeg maar, is het precies genoeg voor iedereen of kan je zeg maar, voor een extra portie vragen? Als je het weg hebt, kunnen we er wel wat voor jou. Come on boys, dankjewel. Ah, jongens, we zijn hier nog steeds op de borrel. Allemaal bekende gezichten. Ik ga even langs iedereen. Ja, allemaal bekende gezichten hier. Hallo. Hey, Taske. Hoe is het? Hier ook een bekend gezicht. Zeg even wie je bent, man. Ik ben Nienke. En wat doe je? Ik maak video's in Brazilië. Ja, ik heb fucking veel abonnees. Bekend, ja, precies. Zij is fucking bekend. Ja, bijna 1 miljoen toch? Ja, bijna. Hey, gefeliciteerd, man. Dankjewel. Lekker, man. Je bent ook super vrolijk, man. Ik gun je, ik zweer. Dankjewel. Hier hebben we Masha. Masha, zeg even hoi. Je gaat waarschijnlijk naar jezelf kijken als je mijn vlogs terugkrijgt. Ja, ik ben super fan. Love. Allemaal bekende hier. Kijk, QC is er ook. Is het de eerste keer die je vlog? Jij kijkt mijn vlogs niet. Ja, nou, ik kijk ze. Hey, mensen zijn hier nog steeds bezig met dingen aan het voorbereiden. En we gaan lekker eten zo, man. Ik had heel veel hey, jongens, ik ben vergeten te filmen wat erin zat. Maar nu is alleen nog een tomaat over. Maar het zag er eerst zo uit. Hey, maak me niet emotioneel, bro, alsjeblieft, man, bro. Maak me niet emotioneel. 5 jaar geleden. Q, het hoofdgerecht is gekomen. Ja, hoor. Dus eerst met de vorige herder, oké, iets klein. Laat me duidelijk zeggen, ik heb dit alles niet, hè. Maar dit is een soort van heel luxe. Heel duur, zeg maar. Eén saté sprikken. En wij zeiden nog voordat we kwamen, zeiden nog, weet je wat, we gaan niet veel eten, ja. Maar straks. Wow. Maar hadden we wel kunnen verwachten, toch? Ja, dat wel. Maar het is zo van... Als een Turk zeg maar de catering had gedaan, bro, had je een hele gekke tafel. Maar je weet toch? 3 kilo zwaarder, man. Maar dit is een soort van dit is, ja, er is een verschil tussen normaal eten en interessant eten. Je kan het maar gewoon normaal eten. Maar... Laten we dankbaar zijn. Daan, dankjewel. Ja, nee. Laten we daar niet over twisten. Ik vind het heel top en zo. Maar ik denk dat we op de terug wel even langs de benzine op moeten gaan. Nou jongens, dit is het, zeg maar. Dit is aardappelpuree met vlees en 2 aspergesjes. Hallo, welkom bij de persoonlijke vlog van Niels Oosten. Jeetje, ben ik lelijk in het licht. Ik heb geen idee van wie deze kamer is. Maar gebruik het maar lekker in je vlog. Hey, normaal gezien moest ik dit eten, maar ik krijg wat chocolade hier. Kijk, hij is speciaal voor mij aan het maken. Hey, dat is love, man, broer. Dat is liefde, man. Woeh. Lekker, man. Hey, kijk naar mijn handen, man. Geen stress. Oh, shit. Oké. Kom gewoon. Dankjewel. Hey, jongens, ik ga zo stuk op mensen hun reacties zien, man. Wanneer Ajax wordt van in de buurt van de goal, is mensen worden helemaal gek. Hey Sophie! Mensen worden helemaal gek. Ben je teleurgesteld? Hey, besef, mensen krijgen gewoon cadeautjes en zo, man, bro. Wat is dit allemaal? Hey, zeg nog één ding in de vlog, man, bro. Ik blow veel. Ik weet nog wat ik met hem moet. Ik snap veel als echt nooit. Hey bro, luister goed. Ik weet niet wat er in die goodie bag zit, dat is tam te zwaar. Ja, die shit is echt niet normaal. Wij gaan zeg maar nu backpacken naar Thailand. En we zouden waarschijnlijk nog overleven ook. Ik weet niet wat erin zit, maar er zit echt fucking veel shit in. In ieder geval, het was een gezellige avond. Heeft Ajax nou net gescoord? Ik zag wel mensen spelen. Laat eens zien hoeveel spullen je hebt. Zo. Je lijkt op een pak ezel, ik zweer bro. Ik doe een soort van pikkels toe voor de kar, man. Ik wil hem gelijk laten vallen. Hij is tonto zwaar. Maar... Hey bro, hey, rustig aan. Hey, rustig. Love. Ik weet, de zomer is weer begonnen, jongens. Ik zweer. Ik luister zo graag naar salsa muziek. Hè. Ik word gewoon vrolijk van die shit, man. Hoe kan je boos zijn als je dit luistert? Bro, die shit is niet normaal, man. Ik word er echt vrolijk van. In ieder geval, ik heb net Q afgezet.
Ik ben onderweg naar. Ik moet hier wel even naar rechts, man, bro. Ik ben onderweg naar huis. En ik ga met Miriam ga ik nog eventjes snel naar de Mac. Om een McFlurry te halen. Ze had zin in een ijsje. Ze heeft nog een beetje last van haar keel en zo, dus ze is ziek. Dus we gaan even een ijsje halen. En dan zit de dag er alweer bijna op. Ik heb de laatste tijd best wel een spraakgebrek. Ik moet even iets beter gaan leren articuleren. Hey, rustig. Heb je normaal gezien als je naar de Mac geeft, dat je krijgt zo één zo'n ding voor kortingsbonnen. Deze man geeft mij gewoon een hele stack vol met kortingsbonnen, man. En zo naar hem, man. Kijk op de achtergrond.